dat Pieter Omtzigt uit de formatieonderhandelingen stapt. Althans, dat kregen we wel mee. Maar de toelichting die hij gaf bij Umberto, die kwam eigenlijk hierop neer. De financiën is alles, hè, in de formatie, of bijna alles. Hè. Er zijn nog een paar medische-ethische dingen of zo. Maar financiën is heel belangrijk, omdat er is altijd tekort aan geld. En je moet kijken van welke plannen kun je waarmaken. Moet je bezuinigen, moet je ombuigen. En als je dan over financiën praat en die stukken liggen daar en ze worden niet doorgestuurd. En na heel veel moeite kon ik ze vanmorgen onder geheimhouding inzien. Dus ik mag ook niet zeggen wat erin staat. Wat gedeeltelijk te begrijpen is, want er staan ook een paar dingen in die staat kunnen schaden. Ja, dan denk ik van ja, dit was de laatste dag dat we bij elkaar konden zitten. Want Dylan Jezilgos is natuurlijk ook minister van Justitie. En moet in de Kamer de begroting Justitie doen. Ja, dan hadden die dingen gewoon naar ons gestuurd moeten worden. Ja, al dus Omtzigt. Waar viel die nou over? Er zijn brieven gestuurd, 21 brieven, waarin de ministeries dieper ingaan op hun financiële situatie. Die zijn tussen 23 en 31 januari naar informateur Plasterk gestuurd. En Omtzigt heeft gezegd, die heb ik pas maandag gekregen. En dat is te laat. Nou, dat voorgelegd aan Plasterk, die zegt ja. Ik ben een beetje verbaasd. Vond een beetje, van wat ik tot dusver gehoord heb, warrig verhaal. Dus ik heb voor de vier partijleiders uitgenodigd om morgenavond, want morgen overdag heeft Dylan een kamerdebat, bij mij te komen om dit te bespreken. En dan zal ik mijn verslag gaan schrijven. Ja, al dus Plasterk. Nou, wat dat betreft een uitnodiging voor de vier fractievoorzitters om vanavond te komen praten om 7:00. Ja, maar de grote vraag is die formatie nou geklapt of niet? Bij ons zijn politiek verslaggever Mats Akkerman. Goedemorgen, Mats. Goedemorgen. En CDA-fractievoorzitter Henry Bontebal. Meneer Bontebal, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, allereerst Mats, die formatie, is die geklapt of niet? Nou, geklapt. Omtzigt heeft in ieder geval gezegd dat wat hem betreft deze fase klaar is. Dus dat er niet meer gepraat hoeft te worden. En dat Plasterk aan zijn eindverslag kan gaan werken. Ja, en hij heeft een meerderheidsmogelijkheid met PVV, VVD en BBB wel echt uitgesloten. Maar dat wil niet zeggen dat NSC niet later bijvoorbeeld gedoogsteun zou kunnen geven aan een minderheidskabinet. Of zou willen werken aan een extra parlementair kabinet. Dus het is het einde voor nu, maar wel nog een opening om later verder te gaan. Met dus die financiën als de aanleiding. Maar er waren natuurlijk wel meer redenen de afgelopen weken. Nou, zeker. Maar die financiën is de belangrijkste aanleiding. Kennelijk zegt hij gisteren zelf. Hij zegt er zijn documenten achtergehouden. Die had ik eerder willen zien. Ja, klopt. Maar ja, Plasterk zegt toch echt wel dat het een beetje onzin is. Hij zegt erover dat die documenten, hè, dat hij daar eerst naar moest kijken, omdat er ook wel dingen in zijn die geheim zijn, gewoon. Gevoelige informatie, die bijvoorbeeld handelen met voorkennis zouden kunnen bevorderen. Dus dat hij die informatie eerst op een rijtje moest zetten voordat hij het kon delen met de anderen. En dat hij dat daarna gelijk heeft gedaan. Dus hij is echt verbaasd over de manier waarop dit loopt. En hij zei ook dat hij door Omtzigt was geïnformeerd via een appje. Dus nou ja, in ieder geval tussen die twee zit het niet zo goed meer, dat kunnen we wel zeker stellen. Hij zei het zelf zo, ja. Ik heb die brieven vorige week ontvangen. Omdat er vertrouwelijke informatie in stond, heb ik eerst contact moeten hebben met de griffier van de Tweede Kamer over hoe wordt met die informatie omgegaan. Dat is over het weekend gebeurd. En vandaag is die informatie gedeeld. Maar in de tussentijd wordt door Pieter Omtzigt gesuggereerd dat in de tussentijd er over financiën is gesproken en u dus over informatie beschikte, dat gesprek wellicht een andere kant op moest gaan, maar dat u die niet gedeeld had. Nee, dat is niet zo. His word against Omtzigt. Maar we gaan even naar CDA-partijvoorzitter of CDA-fractievoorzitter Henry Bontebal. Meneer Bontebal, hoe kijkt u er tegenaan? U kent Omtzigt. Is dit nou typisch Omtzigt? Die zegt van nou, we zijn eigenlijk klaar. Dit hebben we besproken en kreeg de informatie te laat. Heel formalistisch. We stoppen er even mee. Of zit er iets anders achter? Nou, kijk, in de eerste fase werd er vooral gediscussieerd over de rechtsstaat. Nou, die fase lijkt blijkbaar voorbij. Maar het argument dat overheidsfinanciën dat tegenvalt, dat kan nooit een argument zijn. Hè. Dat is ook, denk ik, het gesprek wat je voert, juist ook tijdens de formatieronde. Dit was nog de informatieronde. Gaan we met elkaar verder praten? Er komen steeds nieuwe stukken. Dus al, ik heb zelf ook in de vorige formatie van de zijlijn en ook wel aan een tafel deel mogen nemen. Ja, dat doe je constant. Je vraagt informatie op. Er komen nieuwe brokken informatie. Je kunt nooit het hele totaalplaatje inzichtelijk hebben. En ja, regeren is ook in moeilijke tijden verantwoordelijkheid nemen. En dan ga je ook vanzelf tegenvallers of meevallers krijgen. Mm-hmm. Het vorige kabinet werd geconfronteerd met een oorlog in Oekraïne. Er kwam een covid-crisis langs. Ja, als je vooraf alle risico's wil weggemanaged hebben, ja, dan moet je niet in een regering stappen. Nee.
regeren is wel verantwoordelijkheid nemen. En dat doet een beetje oud soms. Ja, maar het verhaal is gezegd. Eigenlijk is hij op oneigen redenen uitgestapt. Waarom is hij dan werkelijk uitgestapt? Omdat hij toch ziet dat dit niet een haalbare kaart is? Of dat je daar niet bij wil blijven bij die gesprekken? Hoe moeten we dat duiden? Wat zegt dat u? Ik vind het lastig te duiden. Ik moet afgaan op wat er gezegd wordt. Ik kan niet in het hoofd van personen kijken. Dat begrijp ik. Maar de reden noemen van dat de financiën, dat je daar tegenvallen ziet, is geen reden. Je bent er op aarde als politicus om problemen op te lossen. Mm-hmm. Die beloftes zijn ook gedaan. Hè? Dus er is een flinke verkiezingswinst geboekt. Met beloftes om het anders te doen. Ja. Hè, om juist orde op zaken te stellen. Ja, dan verwachten kiezers van je dat je dat gaat doen. En het is natuurlijk heel makkelijk om een politicus te zijn die de bestaanszekerheid voor mensen opkrikt op het moment dat het geld tegen de plinten klotst. Zo zit de wereld nou helemaal niet in elkaar. Er is vaak schaarste en er zijn politieke problemen, er zijn maatschappelijke problemen. Ja, en het is toch echt leiderschap als je, als het moeilijk is, ook gewoon verantwoordelijkheid neemt. Ja, dus nou, we krijgen nu dat verslag, Mats, want dat komt maandag, hè, meen ik, van Plasterk. Ja, klopt. Ja, maandag komt dat verslag en dan moet hij dus adviseren hoe nu verder. Hij gaat daarvoor, als het goed is, nog vanavond met de partijleiders zitten. Ze zijn alle vier uitgenodigd. Ja. Maar Omtzigt heeft al laten weten dat hij niet gaat komen. Ja, en over die financiën trouwens nog wel interessant. Want het kan natuurlijk dat hij zegt, ik wil me hier niet aan wagen. Omdat met deze partijen, PVV en BBB, die willen zoveel geld uitgeven. Ja. Dan kun je de overheidsfinanciën niet op orde houden. Laat staan alle bezuinigingen doen die misschien nodig zijn. Dus dat is een mogelijke reden die je zou kunnen geven. Maar je zou inderdaad ook kunnen zeggen, misschien durft hij zich als nieuwe partij niet te branden aan pijnlijke bezuinigingen en pijnlijke keuzes maken. En maakt hij daarom deze terugtrekkende beweging. Precies, dat zou inderdaad kunnen. Wat gaat het inzet worden voor het debat? Want daar bent u ook bij, meneer Bontebal. Wat gaat u vragen? Wat wil u weten van de informateur? Nou, ik wil van de informateur, maar ook van de vier partijen weten hoe verder. Maar ik wil ook gewoon helderheid in wat de standpunten nu precies zijn. Want ik vind dat er veel mist wordt gecreëerd, ook over de redenen. Ja. Dus er wordt nu gezegd, er zijn stukken die dan financieel een moeilijke positie laten zien. Nou, ik wil weten wat het dan precies is. Kijk, we kennen de VVD ook als een partij die zit op degelijke overheidsfinanciën. Mm-hmm. En die hebben zich niet teruggetrokken. Dus de VVD heeft blijkbaar geen reden gezien om zich terug te trekken. Dus de vraag is, wat is nou precies de reden geweest waarom de NSC zich terug heeft getrokken? Ja. Is dat stiekem toch niet de rechtsstatelijkheid? Is het de chemie? In mijn optiek wordt er nu een mist gecreëerd over de redenen waarom men eruit gestapt is. En ik wil gewoon dat dingen transparant helder worden gemaakt. En dat er niet omheen wordt gedraaid wat nou precies de reden is om hiermee te stoppen. Nou, dat moet bij Omtzigt aankomen, want dat is de man van transparantie, heeft hij altijd gezegd. Hè? En ook zeker in dit soort dingen. Maar de grote vraag is, hoe nu verder? Wat ziet u graag gebeuren inderdaad? Dat hij zich op de zijlijn, als een wat hij al eerder zei, Mats verklaarde dat ook al eventjes, voordat hij de informatie inging, zei Omtzigt al van, ik wil wellicht steun geven, gedoogsteun geven aan een minderheidskabinet. Dan zijn we na 3 maanden praten uiteindelijk op hetzelfde punt aangekomen als wat Omtzigt destijds al zei. Hoe wil u dat het verder gaat? Moet hij gewoon, want hij moet ook de kiezer moet je een beetje aan het woord laten. Die heeft toch massaal ook op zijn partij gestemd. Ja, op 10 december hebben we een debat gehad over de uitslag van de verkiezingen. En toen heb ik al gezegd dat wij als partij, wij als CDA, vinden dat er gewoon een meerderheidskabinet moet komen. Dus ik vind de poging om nu te verbreden naar andere partijen, om daar dan meerderheden te zoeken of een extra parlementair kabinet. Wat dat dan precies is, want dat wordt ook maar steeds ook niet duidelijk gemaakt. Wat dat nou is, dat gaat ook inzet worden van het debat. Wat bedoel je er nou mee? Een akkoord op hoofdlijnen, wie tekent dan mee? Moet ik mij als partij daaraan verbinden? En als ik dat doe, dan geef ik gedoogsteun. Dus is het een gedoogsteunconstructie? Nou, daar is het CDA niet van plan aan mee te gaan doen. Dus ook dit is vaag. Wat is nou die verbreding? Waar zet je nou precies op in? En ik zou zeggen, er zijn 4 partijen. Ik zou zeggen ook 5. Hè, dus de GroenLinks PvdA doet ook echt nog mee wat mij betreft. Dat zijn partijen die veel zetels hebben gekregen, die de verkiezingen hebben gewonnen. Daar ligt gewoon een grote verantwoordelijkheid om er met elkaar uit te komen. Dat is wat de kiezer heeft gezegd. Niet allerlei omtrekkende bewegingen aan tafel en neem verantwoordelijkheid voor de regering van dit land. Oké, straks wordt er wel gepraat over die extra parlementaire constructie, hoe die er ook moet uit worden gezien. En ze bellen Bontebal. Doe eens mee. En dan?
Nou, dan zou Bontebal zeggen, ga terug aan de ook zelf. Ja, nee, kijk, wij hebben 5 zetels. De kiezer heeft in dat opzicht ook een duidelijk signaal gegeven. Ja. Aan ons, jullie even niet nu. Nou, dat signaal neem ik ook heel serieus. Ik moet het CDA weer op poten zetten. Dat zie ik als mijn belangrijkste opdracht. Ja. Een helder christendemocratisch verhaal. Zonder allerlei, zonder water bij de wijn te doen. Dat is mijn opdracht. Dus ik zie geen enkele rol voor het CDA hier. Nee. Behalve constructieve oppositie. Dat heb ik ook steeds gezegd. Van ons mag je gewoon een constructieve opstelling verwachten in de Tweede Kamer. Dat zullen we altijd blijven doen. Kort, Mats, hoe verder? Nou ja, dan komt dan dus debat volgende week. En dat wordt heel interessant, want PVV, VVD en BBB... die zijn alle drie echt wel verbaasd, verbijsterd... over wat er nu gebeurt met NSC. Ja. Dus de vraag is, gaan die in dat debat heel fel ook worden op NSC? Maar ja, als ze willen dat die toch weer op een of andere manier aan tafel komt... kun je iemand ook niet helemaal kapot gaan maken in zo'n debat. Nee. Dus het wordt echt een soort balanceeract van hoe ze dat gaan aanpakken. En inderdaad kijken hoe ze nu verder gaan praten... en of daar op een of andere manier nog wat van te maken is met deze vier partijen. Ja, dank bij de CDA-fractievoorzitter Hendrik Bontebal en politiek verslaggever Mats Akkerman. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.